Goedemiddag. Ik heb deze idiote muts op, want het is zondag en ik maak een wandelingetje. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met mijn collega die spontaan is langsgekomen. Dat is Lisa Benink. Dus dat is hartstikke gezellig. Wat ik eigenlijk wilde laten zien is dat je als specialist ouderengeneeskunde werkelijk overal kunt gaan wonen. Want overal wonen ouderen en overal zijn specialisten ouderengeneeskunde heel erg geliefd. Dus je kan eigenlijk overal wel een baan vinden. Ik heb ervoor gekozen om op het Groningse het platteland te gaan wonen. We zijn hier in het dorpje Toornwert. Hierachter is mijn huis. Ik woon er nu een paar maanden en het bevalt ontzettend goed. En wat ik ook wilde laten zien is dat je als specialist ouderengeneeskunde heel goed part-time kunt werken. Uit onderzoek is ook wel gebleken dat artsen die part-time werken het allergelukkigst zijn. Nou, dat geldt ook voor mij. Ik werk part-time. Mijn vriendin werkt toevallig ook part-time. En daardoor hebben we tijd over voor dingen in het leven die echt belangrijk zijn. En zo hebben we. Moet je eens kijken wat ik hier heb. Oh, deze meneer. Dat is mijn land. Mijn hoge land. Het is de lucht achter Roedhoezen. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van langs naar Klooster. En de Westpolen langs de diek. Het ben de Muns, ben de Moon. Het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pino Zeun. Het ben de Muns, het ben de Beun.